Hey, goedenavond. In ieder geval, bij mij is het avond. Ik heb net gewerkt. Ik ben vanochtend wel vrij geweest. Maar nu, kijk, de avond gewerkt is nu een uurtje of 10, denk ik. En ik had even zin om een klein vlogje op te nemen. Want ik barst van de positiviteit en energie. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik heb gewoon een glimlach die ik eigenlijk niet meer van mijn gezicht af krijg. En dat is gewoon lekker. Echt lekker. En het is echt niet zo dat ik... Want ik zou echt wel over dingen kunnen piekeren. En er zijn ook al dingen die me bezighouden. Maar het is niet zo dat ik er... Ja, op een of andere manier word ik er niet naartoe getrokken of zo. Weet je, net als dat je... Als je verliefd bent, dan zie je ook alleen maar de leuke dingen. Of dan trek je ook naar het positieve toe in plaats van het negatieve. Weet je wel, daar kun je het een beetje mee vergelijken. En ja, dat is zo'n lekker gevoel. En vroeger wilde ik altijd een vriendje hebben. Ik wilde altijd een relatie en ik dacht dat het een relatie is en zou me helemaal gelukkig maken. En het grappige is nu dat ik vrijgezel ben en dat ik... Dat ik het, ja, voor het eerst, ik ben nu 31, dat ik gewoon happy ben met mezelf. Totaal comfortabel. Ja, naar mijn zin, relaxed. Dus er is een lichtje in mij aangegaan wat eigenlijk niet meer uitgaat of zo. Op dit moment al, je weet maar nooit, dat kan iedere keer veranderen. Maar gewoon gelukkig zijn zonder reden of zo, weet je wel. Het is dan niet per se dat ik dan ergens aan denk en dan helemaal zo, wow, maar die glimlach die is er gewoon, zeg maar. Dus, en dat is, ja, dat wou ik gewoon even delen. Ik weet verder ook niet wat je ermee moet, maar misschien straal ik het naar je door of zo. Ik hoop het. En voor nu, ik ga slapen. Ik merk dat het is toch 's avonds, dus er zit niet zo heel veel meer in dan dit, maar... Dat wou ik even delen met je. Doeg!